Ja. Want hè, nu is het euvel is in orde. Die man die wordt afgevoerd. Maar ja, dan... Ja, ik snap ook niet wat hij in zijn hoofd haalt om een keeper aan te vallen. Wat heeft die jongen misdaan, joh? Het is werkelijk ongelooflijk. Werkelijk ongelooflijk. Ja. Kijk, die rode kaart is volgens regels. Dat is wangedrag van de doelman. Ja. Maar je hebt ook zoiets in het strafrecht als noodweer of noodweer-excess. Ja. Dat heb je dus in het voetbal niet. In het voetbal moet je laten schoppen. Ja, maar dus je moet blijven staan of gaan rennen dat zo'n jongen nog achter je aankomt en je nog een schop kan geven, dat je misschien niet meer kan voetballen. Ik vraag me af, hè, wat nou het moment dat je, en dan eventjes voor de theorie, want zover kan het dus gaan als je de principes van de regels vasthoudt. Wat als hij met een staaf ja. of met een voorwerp op de doelman afkomt? Dan moet je